De meeste mensen vandaag de dag die bezig zijn met horoscopen of met volle maan sessies bijvoorbeeld ook, die verliezen zich in de volle maan energie. Oh ja, nee, ik heb dat ook, het is de volle maan. Eh, misschien herken je het wel. Het is heel heftig buiten, het. het is echt de volle maan. Maar we zouden er ook vanuit een ander bewustzijnshoek anders naar kunnen kijken en kunnen zeggen, oh ja, dit is, dit is die tingel van de volle maan. Ik herken het, het komt binnen in mijn lijf. Ik ervaar het als een soort doorspoelende schoonmakende energie. Mijn lijf is helemaal kapot moe. Ik ga lekker tukken mensen. En wat ik hier nou wil zeggen is dat het dus vanuit meesterschap een hele simpele 1 tje is. Tussen of er drama van maken en kom we gaan met z'n allen daarover praten. Of we gebruiken daadwerkelijk die energie en luisteren naar ons lijf en zeggen. Het is een transformerende schoonmakende energie. Ik ervaar hem. Ik ga tukken. En vervolgens ga je een half uur tukken. En integreer je die upload. Want die, waarom jouw lichaam moe wordt. Heeft een reden. Het, het, het heeft een reden. Het vertelt je wat. Je lichaam vertelt je wat. Ik krijg zoveel energie. Ik krijg zoveel informatie door. Van bijvoorbeeld. Ik ben moe. Ik kan het niet allemaal renderen. Ik moet gaan liggen. En als we gaan liggen en we rusten en we gaan slapen, dan integreren we de informatie die we op dat moment hebben doorgekregen. Nou, die informatie zorgt dus voor een upgrade als mens zijnde. Het geeft je een upgrade in je, in je spirituele gaven. Het geeft je een upgrade in je bewustzijn. Het geeft je een upgrade als mens zijnde. Het geeft je upgrades. Maar als wij niet verbonden zijn en we hebben meesterschap ontwikkeld over... Het lichaam, de intuïtie, uh, meesterschap over de energieuitwisseling, meesterschap over van waar, waar mag het binnenkomen, wat, wat, voor doel, wat voor doel dient het, wat, wat is de energie, kan ik de energie lezen? Nou, we kunnen allemaal googlen en kunnen lezen waar de volle maan voor staat. Desalniettemin heb jij daarin dus ook wederom weer een keuze, een bepaling. Jij bepaalt vervolgens... Wanneer de energie tot je komt en wanneer waar die binnen mag komen. Daardoor is het een heel gericht, gefocust en woedend verhaal. In plaats van dat je je laat wegwaaien door het blaadje in de wind, voel je je een beetje wanhopig en warrig misschien. En als je die emoties ervaart, heeft het er meestal mee te betalen. Betekent ook dat de energie gewoon tot je komt. Maar dat je nog niet vanuit zielsperspectief, eenheidsperspectief is hetzelfde. Het kan vertalen in wat het voor jou dan zou kunnen doen. En wat het jou dan te geven heeft. En dit is een hele andere koers. Dat begrijp ik ook van het leven met. Maar we leven met de energie voor, voor de maan bijvoorbeeld in een cyclus. Ja, wij zijn vrouw, Luc niet. Luc is een man. Er zijn er waarschijnlijk nog wel meer mannen zijn. Maar de maan heeft een cyclus en een ritme. Wij hebben ook universeel gezien een cyclus en een ritme. Kan je je eigen lichamelijke cyclus en je eigen energie daarin lezen? En kan je dat dan parallel laten lopen met de volle maan? En dat is ook wederom een meesterschap. Dus wil je je intuïtie ontwikkelen, wil je je ziel dieper ervaren en je spirituele gaven ontwikkelen, om het zo te zeggen, dan heeft het er heel erg mee te maken van jouw fijngevoeligheid. Wat betreft de energie kan ik energie lezen. En kan ik daar ook naar handelen? Kan ik, heb ik daar een bepaling in? En dat hebben we wel, lieve mensen. Je hebt daar, je hebt daar alle bepalingen in.